Он всем летает все. Hele goedemiddag. Leuk dat je kijkt naar een hele nieuwe video. Het is zaterdag 22 juli. En ik zit in de stoomtrein op weg naar Schin op Geul. Vandaag in deze nieuwe video gaan we ook een ritje met de ZLSM railbus naar Vetschau. En dat ligt in Duitsland. Het wordt zeker leuk dag het worden voor deze video. Kijk je liever naar de intro. Dames en heren. Heel veel kijk, plezier. Dat was die intro. En zometeen gaan we meteen vertrekken naar Schin op Geul. Dan zie ik jullie tegen straks in Schin op Geul. Dus dames en heren, tot straks. Beste kijkers, dit is een leuke ritje met de stoomtrein. We komen bijna aan op het station van Schin op Geul. En dan ga ik zo meteen uitstappen naar de en ik loop ook meteen naar de andere kant. Dan zie ik jullie meteen straks in Schin op Geul. Dus dames en heren, tot straks als we passeert de onbewaakte overweg. Kruising. Als wij overgesteekt zijn. Tot straks. We komen in Schin op Geul, dus de stoomlocomotief gaat rangeren. Tot straks. Thank you.
We zijn nu meteen vertrokken van het station van Schin op Geul. En deze trein gaan we eerst terug naar Simpelveld. Dan zien jullie het weer straks in Simpelveld. Dus dames en heren, tot straks. Eerst op het station van Simpelveld. We zijn nu meteen vertrokken. En ik zit nu meteen in de railbus. En deze railbus gaan we meteen naar Vetjam. Tot straks in Vetjam. Check. We zijn aangekomen in Vetjam. En met deze railbus gaan we terug naar Simpelveld. Dan zie ik jullie weer straks in Simpelveld. Tot straks. Terug in het Simpelveld en deze railbus gaat soms even vertrekken naar Schin op Geul. Dan zie ik jullie weer straks als die vertrokt naar Schin op Geul. Dus dames en heren, tot straks. De ZLSM 798-09 railbus. De railbus die ging naar Schin op Geul gaat en ik ben nu meteen bij de ZLSM werkplaats. Dus de diesellongtief gaat met de bonnen slepen weer duwen. Dat zie ik jullie hebben straks als die duwt. Tot straks! De 248 en 320 diesellocomotieven. Dit was even bij de ZLSM werkplaats. En de Bonne 57 stoomlocomotief was nu geduwd met een Rangier dieselmotor. En ik heb ook gezellig gepraat met de andere mensen van de Mierde Lijn. En daar zag ik die mevrouw Stoker weer. Zij is dit keer de conductrice. Ze had een leuke selfie gemaakt met een mooie zonnebrillen.
We zijn nu meteen klaar voor vandaag. En ik ga meteen op weg naar huis. Dan zie ik jullie meteen weer straks meteen weer thuis. Dus dames en heren, tot straks. Beste kijkers, nu ben ik weer thuis en dit was de echte leuke dag gehad om eerst een ritje met de stoomtrein en dan de railbus naar Schinopgeul en Vetschau. En dat ligt in Duitsland. Toen waren we op weg naar Vetschau en toen was in de railbus was het heel erg druk. En ook in de stoomtrein. En ik heb ook een gezellig drankje nemen in de ZLSM werkplaats. Samen met die mensen van de Miljoenen Lijn. En ook die mevrouw Stoker. Dit keer zij is de conductrice. Nou, dames en heren. Dit was het dan vandaag. Als je het leuk vindt. Laat het zeker weten een blauwe duimpje omhoog achter. Druk de abonneerknop, dan kun je abonneren mijn kanaal. En tik op het belletje, dan krijg je meldings van. En als je eventjes laat weten, laten we eventjes in de reacties, in de beschrijvings, in de comments, wat jij bent ook, en een ritje met de ZLSM Railbus of de stoomtrein, en op welk station wil je naartoe gaat. Maar goed. En voordat ik de video afsluit, dames en heren, de volgende week, zaterdag, en dat is het volgende weekend, gaan we meteen de ZLSM Zomeravond Express 2023 in een ritje maken. Hoop ik. Maar, dames en heren, beloofd. En een ritje met de Zomeravond Express voor dit jaar gaat het wel lukken. Nou, dit was heb ik nu alles om te vertellen. En ik zie je graag bij de volgende video. Nogmaals, bedankt voor het kijken. Tot ziens en tot de volgende video.